Filmt ie? Mooi. Word op een goedje kijkt. Dario van Niet Aesthetic. 100.1 vanochtend. Mijn lowest way in. Gisteren was ik 100.3. Dat was toen mijn lowest way in. Maar die had ik al back-to-back. Dus ik was al 2 keer 103. Vandaag 101. Ik heb het idee dat die nog wel iets meer gecorrigeerd moet worden. Dat die nog... Die weegschaal wil mij gewoon niet goed zien. Hij wil mij nog niet onder die 100 zien. Maar dat komt wel. Ik heb het idee dat drop-off nog groter moet zijn. Dat ik een beetje extra vocht vasthoud. Want in de spiegel vind ik mezelf... echt droog naar vorige week. Alleen, ik vind het gewicht vind ik nog niet heel erg het verschil lijken. Maar goed, lowest weight in, laagste weging. Dus daar ben ik wel blij mee. Wat heb ik veranderd? Ik heb vanaf deze week mijn stappen naar 12.000 verhoogd. Dus van 10 naar 12.000. Dus ik mag nog meer in deze regen lopen in dit klote land, maat. Even een tip voor bijna iedereen. Kijk, ik doe nou droogtrainen in de winter. Januari, ja, is winter. Februari, whatever. Zou ik over het algemeen, is dat jezelf iets moeilijker maken? Kijk, december heb ik 2 keer gedaan. Ik weiger ooit nog te droogtrainen in december. Doe ik gewoon nooit meer. Ja, met familie, Italiaanse familie, 3000 dingen eten, schoonfamilie, oud en nieuw. Dus al die shit, dat doe ik nooit meer. Maar januari, februari, ook niet geweldige maanden, omdat het gewoon koud. Kijk, ik doe het, want ik ben geen bitch. Kijk, ik ben geen fucking bitch. Ik ga gewoon in de regen lopen, maar ideaal is anders. Het beste moment... om droog te gaan is naar mijn mening lente. Kijk, zomer, je wilt dingen gaan doen. Weet je, er zijn vaak feestjes, je wilt op vakantie, dat soort dingen. Lente, het weer begint wat mooier te worden, je gaat wat makkelijker naar buiten. Zon begint wel te schijnen, het is niet fucking heet of zo. En je maakt jezelf droog voor de zomer. Dus vaak mensen, lente, beste tijd om droog te trainen. Maar goed, maakt niet uit, ben geen bitch nogmaals. Ja, heb ik al gezegd dat ik geen bitch was? Maar ik haat wel die regen. Maar goed, 12.000 stappen, dus ik zie heel Tilburg. En nou met die carnaval, ik ga lekker goed poelen na 2 dagen lopen, joh. Godverdomme. Als iemand mijn fucking leds aanraakt, denk je, wat is dit, joh? En dan pakt hij me zo van, pam. Heeft hij gewoon een stuur vast, bro. Kunnen ze het stuur zien? Ik vier geen carnaval, jongens. Ik ga geen Polonaise lopen, maar ik ga wel 12.000 stappen zetten. Anyway, zometeen lichte isolatiesessie. Want het is mijn zaterdag training, dus super rustig. Buik, onderarmen, side delts, wat grip strength, niks speciaals. Ontbijt, eerste maaltijd. Jongens. Wat zit je nou te gapen, gast? Werk je, joh. Werk je. Handale. Oké. Ik heb hier 400 gram aardbeien. Jongens, ik heb het vaker gezegd. Aardbeien. Deze bak, ja, ik wil dat jullie even kijken. Deze bak is 120 calorieën. Hallo. Deze hele bak. Bijna een half kilo aan voedsel. 120 calorieën. En ik neem half kilo. Wat is een kilo bak, maar ik neem een half kilo van deze kwark. Misschien dat ik de rest straks nog opeet. Weet ik nog niet. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Ik weet wel dat ik één nieuwe snack. Waar ik nou de laatste tijd heel veel eet. Wil ik laten zien zo meteen. Maar dat doe ik wel bij de lunch. Nu nog niet. Die heb ik weer hervonden. Jongens. Dus dat is voor de lunch. Ontbijt. Simpel. Godver je moeder. Wat? Dat is mijn eigen impulsiviteit. Ik ben geen bitch, bro. Boy, zag je die lepel? Die lepel had moeilijk, hè? Had moeilijk. Oké. Jongens. Ik ga mijn creatine innemen, koffie. Ga naar de gym. Oh, lunch, jongens. Lunch. Komt goed. Niet zo mouwen. Waar is mijn proef? Is dat bullshit?
rolt hij. Jongens, lunch. We gaan voor een goede lunch. Ik heb natuurlijk bijna niks om te eten. Hè? Alleen aardbeien en wat kwark. 4 sneeën brood. Jongens, ik hou van brood eten. Vooral tijdens bulk. En tijdens droogtrainen loop ik altijd een beetje tegen het feit aan dat ik niet veel, heel veel dingen op brood heel chill vind. Dus, ik heb er mensen snel aan denken bij droogtraining. Oké, wat doe je op brood? Misschien wat kipfilet. Maar kipfilet zonder boter vind ik zo droog. Er zijn wel cliënten van mij die het eten, maar dat zijn een beetje psychopaten, sociopaten, hoe je het wil noemen. Ik vind zonder boter gewoon kipfilet op brood vind ik droog. Wat ik wel doe is zero jam. Dus die zijn 50 calorieën per 100 gram. Dus dat is wel oké. Maar wat als ik jullie vertelde dat er ook iets was wat en laag in calorieën is, wat lekker is en eiwitten heeft. Iets wat ik vroeger heel veel op de middelbare school had. Dan pakte ik stokbrood en gebruikte dit. Dit, jongens, 15 plus smeerkaas. Ja, joh, nee, hoe schot verdomme door mijn pitch heen? Sorry. Vriendin is dood aan het gaan. Maar dat maakt niet uit, we gaan door met de pitch. Deze 15 plus smeerkaas. Een heel pakje, 120 calorieën. 17 gram eiwit, 5 gram vet. Dus wat ik doe, ik weeg niet eens af. Ik doe dit hele pakje op mijn brood. Ja. Het is lekker. Ik heb iets om mijn brood te doen, want ik vind brood eten lekker. En ik krijg nog eens eiwitten binnen ook. Dus dit is echt iets wat ik nou de laatste tijd weer heel veel eet. Omdat ik het heel fijn vind om dit met brood te eten. Dus, hele pakje verspreid ik over 4 steen brood. Dus dat is 25 gram smeerkaas per brood. En dan zijn we nog niet klaar, jongen. Dacht je dat dit de lunch was? Kom op, jongens. We zitten op 3300 calorieën. Ik mag wel meer eten dan dit. Dat mag. Doe ik dat mooi? We zijn nog niet klaar, jongens. We zijn nog niet klaar. Dieve smeerkaas. Dus, hele... Zien ze mij, Roos? Hallo. Je hebt één taak. Nee, ze zien me niet. Ze zien je wel. Ik deed dit. Hele bakje erop getiefd. Ja. Maar we ook nog... We hebben 4 eieren. Dus, wat ik nou chill vind om te doen... is om een eitje per brood... Heb je de zout en peper opgedaan? Nee. Ik wil dat je zout en peper op een ei maakt. Oké, ik doe alleen zout, geen peper. Eitje. Een eitje. Jongens. En dit gaan we zo eten. Dan heb ik ook nog een proteinbar. Ja, proteinbar. Kijk, proteinbars, jongens, er zit niks mis mee met droogtrainen. Het is een beetje een lekkere variant. Kijk, het is niet geweldige calorieën. Ik bedoel, je krijgt 20 gram eiwit voor 200 calorieën. Als je kwark zou eten of iets, een eiwitshake is dat hè, puurder. Maar het is gewoon lekker daarnaast, een beetje vette. Het is gewoon een lekkere snack, toch? Dus hier, jongens, ik maak zoveel fucking schema's. Ik weet gewoon uit mijn hoofd precies hoeveel calorieën ik heb zonder te tellen. 4 sneeën brood, zit je rond de 360 calorieën. 4 eieren, maak 300, zit je op 680. Smeerkaas was 120, dus 680 is 800. Met de proteinbar zit je op 1000 calorieën. Lunch is 1000 calorieën, maar het is een goed gevulde lunch, snap je? Kijk. Deze chappen we gewoon. Dus, wordt gesponsord door Eru. Terwijl Dario aan het eten is, stel ik de eerste vraag. XWesselX94 vraagt. Vraag aan Roos. We willen nog steeds weten waarom Dario het Zwitserland niet in mag. Ben ik vergeten te vragen. Vorige week zaterdag toen ik hem op de Korvel tegenkwam. Never forget, foto hangt boven mijn bed. Dario meet and greet Korvel. Oké. Het is niet spannend. Ik had gewoon 2 keer veel te hard gereden in Zwitserland, achter elkaar. En die boetes heb ik nooit betaald. Dus toen was hij doorgegaan naar de officier van justitie. Maar Zwitserland heeft geen uitleveringsshit, of weet ik van in ieder geval met EU. Dus zolang je niet Zwitserland binnenkomt, kunnen ze me niks maken. Ja, als ik in Zwitserland kom, moest ik iets van 6 dagen zitten of zo, weet ik veel. 4 dagen zitten. Of ik moest een heel hoog bedrag betalen. Maar ja, kerel, wie gaat er nou weer naar Zwitserland? En dan de volgende vraag. Beste Roos, hoe verbeter je je grip strength? Nou, Roos, vertel. Nou. Oh, wat flauw. Jij wel flauw. We zijn weer matig bezig, jongens. Ja. Ik denk dat een van de beste oefeningen zijn dead hangs. Maar sowieso grotere onderarmen krijgen, wat jullie sowieso allemaal moeten doen. Maar jullie allemaal lekker. Eerlijk jongens, ik weet jullie onderarm skippen. Slecht. Maar grotere onderarmen helpt ook. Dus ook dingen als wrist curls, reverse curls zo zullen helpen. Maar ik denk dat dead hangs wel een van de beste oefeningen zijn voor echt puur meer grip strength. Plus je hebt ook nog van die hand grippers. Het ligt ook een beetje aan wat voor een strength je wilt. Ik zou kijken naar hoe armworstelaars ook trainen. En hoe boulderaars trainen. Die twee, die hebben vaak pound for pound hele sterke grip strength. Dus als je naar hun training kijkt, wat ze allemaal doen. Allemaal van die specifieke dingetjes. Ik denk dat dat je het meest helpt. Ik ben hier voor die hypertrofie gains, jongens.
Ik hoef niks vast te knijpen. Het moet lijken alsof ik heel veel kan vastknijpen. Dat is hoe ik werk. En dan een iets langere vraag van Anoniem52. Yo Dario. Misschien een beetje een rare vraag, maar ze zeggen dat je je buikspieren kan zien vanaf een vetpercentage onder de 10%. Ik zit zelf onder de 10%, maar zie mijn buikspieren alleen echt als ik ze aanspan. Zal dit moeten betekenen dat je op de een of andere... dat je dan op een nog lagere vetpercentage moet gaan zitten? Of hoe zit dat? Wanneer zie je je buikspieren zonder ze aan te spannen? Als ik een voorbeeld mag noemen, bijvoorbeeld bij Joël Beukers. En bij Dario. Oké, aantal opmerkingen hier. Een hele, hele grote kans dat je niet onder de 10% zit. Hele grote kans. Van de meeste, ik denk 9 van de 10 mensen die zeggen, ja, ik ben 10% of minder. Zijn dat niet. Die zijn aanzienlijk hoger. Die hebben dan misschien zo'n stomme Panita-test, zo'n scan gedaan. Of weet ik veel, zo'n folder. Zo'n mat die heeft zo'n vraag van, hey, doe eens mijn vet meten. En dan pakken ze een stuk tricep, pak een stukje buiten, meten ze bij elkaar op. Oh, je bent 8%. Ja, sure. Maar als jij echt onder de 10% bent en je kan jouw apps niet zien, dan heb jij je hebt daar zo weinig spiermassa zitten rond jouw apps, dat het gewoon een kwestie is dat je ze nooit hebt getraind. Dus zeg maar, iemand die echt anorexia heeft, die zijn best wel fucking shredded. Yeah, shredded anorexia. Alleen, bij de meeste mensen zouden bij een anorexia persoon niet denken van, oh, goddamn shredded, bro. Die denken alleen maar van, jezus, wat een skelet. Omdat ze zo weinig spiermassa hebben. Wat? Wat is dan nou weer raar wat ik zeg? Kan mij de fuck schelen, in ieder geval. Dus of je hebt daadwerkelijk heel, heel weinig spiermassa, of je bent niet 10%. En misschien is het een combinatie van beide. Sowieso, dat is zo raar, van als ik niet aanspan, wil ik mijn abs zien. Maar je ziet ze als je flext. Dat is hetzelfde met, ik wil mijn biceps zien. Als je een spier aanspant, wordt die beter gezien. Dus het is gewoon sowieso een kwestie van flexen of niet. En als je in rust... zie je app sowieso niet heel goed, ook al ben je wat droger, ook al ben je 8%. Misschien een beetje, maar je moet flexen om het echt te zien. Ook bij Joël Beukers. Dus waarschijnlijk meer spiermassa krijgen en een droger vetpercentage hebben. Want je bent waarschijnlijk niet 10%. En dan de laatste vraag voor nu van TripleQ9450. Beste Roos, ik ben een gastie van 15 en zit vast op sommige lifts. Ik til best zwaar voor mijn leeftijd. Ik bench bijvoorbeeld 90 kilo, maar ik ga niet vooruit. Zou Dario een tip kunnen geven? Hij is 15 en gaat niet meer vooruit? Ja. Gebruiken. Nee. Oh. Spuiten. Kilo's testosteron, dianabol, alles. Gooi het erin. Als je op 15 dan ben je... Sorry, je bent waarschijnlijk op je natuurlijke limiet. Nee, ouwe. Ook al denken volgens mij sommige pubers wel zo. Nee, maat. Misschien, weet je wel... Het is waarschijnlijk in je trainingsschema. Je progressive overload, hoe je overload toepast, is waarschijnlijk gewoon fout. Het zit 100% in je training. Ja, trainingsintensiteit, reps en reserve. Het gewoon heeft totaal te maken met je programmering. Ja, oh, en natuurlijk voeding ook. Al moet ik zeggen, ja, voeding wel. Maar in de westerse wereld hebben we over het algemeen niet een probleem met te weinig eten. Dat is... De meeste mensen maken geen games omdat ze kut trainen, geloof me. Niet omdat ze te weinig eten. Er zijn inderdaad enkele gevallen die gewoon letterlijk te weinig eten, sure. 100%. Maar de meeste mensen, als ze geen games maken... 90% kans dat in je training ligt. 90% kans, geloof me. Eten, trainen, en het komt allemaal goed. Je bent 15. Komt goed. Als je op een plateau zit op je 15, dan komt het over het algemeen goed, jongen. Oh, wat een mokje. En nou deze. Jongens, tijd voor avondeten. Wat hebben we? 270 gram biefstuk. Even een stukje aansnijden. It's raw! Gordon Ramsay zou niet trots zijn. Een half kilo krieltjes. Ik zeg jullie eerlijk jongens, ik denk dat ik... Eet ik elke avond krieltjes? Denk het wel. Vrijwel elke avond eet ik krieltjes. Dus je moet een meme, van mij maken. Je hebt hier zo'n hele stapel met, weet ik veel... Pasta, rijst, gewoon allemaal andere carb dingen. En ik die naar de krieltjes ga elke fucking dag. Ik dacht, fuck all of that, ik wil dat. Nee, weet je, het probleem is, krieltjes, it is life, you know. Kijk, ik heb hier een halve kilo aan krieltjes. Een halve kilo voor 400 calorieën, snap je? Als ik naar de Grand Exchange ga en ik ga iets kopen. Want ik heb 400 calorieën om te kopen. Ik ga naar de Grand Exchange en ik koop krieltjes. Dan zit ik gevuld. Alle andere dingen vullen mij niet zo goed, snap je? Niet als deze lieverd. Lieve krieltjes. Oké. Okay. Ik heb 35 gram
Knoflooksaus. Broer, niet stoer doen, broer. Ja, ken je deze linkse? Ken je deze linkse, neef? Luister, jongens. Deze knoflooksaus. Zag je die linkse? Haha, ik heb er getrickt. Jongen, alsjeblieft. Verneuk je calorieën niet aan dit soort dingen als je aan het droog trainen bent. Kijk, ik kan ermee wegkomen. Ik eet nog heel veel. Als ik droog word en ik zijn de laatste weken geen haar op mijn hoofd dat ik 140 calorieën of wat het ook is aan iets als knoflooksaus afgeef. Absoluut niet. Moet je ook zeker niet doen. Ik kan er nou mee wegkomen, want ik heb nog niet zoveel honger. Ik eet nog best veel calorieën. Het is nog best wel. Het is pas de vijfde. Nee, het is de zesde week pas van mijn droogtraining. Dus ik heb nog helemaal geen moeite. Maar dat soort dingen moet je echt niet eten. Als je droog aan het worden bent. En als je heel veel moeite hebt met je calorieënname, met je honger en dat soort dingen. Dan moet je geen domme calorieën eten. Dan moet je zorgen dat elke calorie die je eet. Moet vechten voor zijn plek. Je weet toch? Je moet gewoon als een soldaat daar. Moet vechten voor zijn bestaan. Je weet toch? Een beetje zo'n Noord-Koreaans kamp. Weet je? Kijk. Elke persoon in Noord-Korea moet vechten voor zijn bestaan. Denk je, je hebt daar influence zoals ik? Absoluut niet. Dus iedereen moet daar. Moet een purpose dienen voor. Weet je toch? Het moederland. Weet je? Voor de communisme. Zo moeten jouw calorieën ook zijn. Weet je wel? En als er een calorie is die niks doet, dan moet er die strafkamp in. Net als in Noord-Korea. Het moet gelijk de kelders in. Dat zou dit ook moeten zijn, maar nu kan ik er weer wegkomen. Kijk, ik eet nou nog als, weet je toch, America. Met freedom. Dus dan kan je nog een beetje knoflooksaus eten. Dus, dat is een tip van mij. Is de biefstuk lekker? Ramsey zou trots zijn. Laatste snack. Wat meer dan zomaar een snack is, jongen. 200 gram popcorn. 200 gram. Iets meer dan 800 calorieën. En het scoop whey. Daarmee zit ik op 250 gram eiwit vandaag. Beetje veel, maar I don't give a fuck. Jongens, 200 gram popcorn. Roos, nee, je onderbreekt me elke keer als ik iets heel belangrijks ga zeggen. Ja? Hoesten, niezen. Godverdomme, wat is dat met jou vandaag? Godverdomme. Jongens, popcorn. Zien jullie dit volume? Zien jullie deze schaal? Dit is 800 calorieën. Jongens, 800 calorieën. Je begrijpt niet. Waarom al die video's die ik maak, ja? Over van die, al die dikke vrouwen en al die dikke wijven en zo. Dat is allemaal, weet je wel, lopen te blaren. Ik kan niet afvallen, ik kan niet afvallen. Eten zij 200 gram popcorn? Nee, tuurlijk niet. Ze eten allemaal domme dingen, ja? Ze eten allemaal domme dingen. Want als jij dit soort shit eet, is diëten, is droogtrainen fucking makkelijk. Want als jij dit op hebt, heb je geen zin meer om nog dingen te eten. Want je hebt zoveel gegeten. Ja? Dit. 400 gram aardbeien wat ik erbij deed. Ja? Fucking 500 gram krieltjes. We hebben het over kilo's, broer. Kilo's. Kilo's aan eten. Als je die shit eet, is droogtrainen makkelijk. Maar al die dikke, dikke, vette vrouwen. Ja? Ik kan niet die eten werkt niet voor mij. Ik kan niet afvallen. Ja, omdat je Tony Chocolonies eet. In zo'n reep. Ja? Is evenveel als deze hele bak. Denk je dat er evenveel vult? Het is volume. Klopt, een reep Tony Chocolonies is meer dan deze hele bak, kerel. Dus, jongens. Als je moeite hebt met droogtrainen, met afvallen. Volume is de sleutel. Ja, is de sleutel om het makkelijker te laten worden. Dat gecombineerd met veel eiwit en met zero blikjes. Bro, dat is al 70% van de strijd. Ja? Dus, echt waar, popcorn. Dit is, ik vind het chills voor mijn vetten. Veel vezels, dus houd een beetje de stoelgang ook gaande. Ook belangrijk, jongens. Vooral in de cuttings, want de stoelgang gaat achteruit. Fantastisch. Dus, 100.1. Ik had verwacht dat ik al net onder de 100 zou zijn bij deze vlog. Maar het komt de aankomende week wel. We hebben alle tijd om dit te verklaren. Ik ga echt voor een mooi resultaat. Het gaat ook supergoed, ook nog qua kracht in de gym voor mij. Nog nul kracht verloren, al mijn reps zijn nog. Terwijl ik ben al wel 7 kilo kwijt, dus dat is best veel. Ik ben 7,1 kilo precies kwijt van 3 januari tot nu. En nog nul reps verloren, dus ik had alles nog. Tuurlijk, je merkt hier en daar dat je wat minder carbs hebt tijdens training dan normaal. En dat soms een training ietsje minder aanvoelt. Maar qua kracht allemaal super. Jongens, als je voor de volgende video vragen hebt. Je weet, je moet in de comments stellen. Dan gaat Roos ze uitkiezen. En dan kan ik een vraag beantwoorden. En ze is heel gevoelig voor beste Roos. Want dan wil ze veel liever uitkiezen. Dus is een tip. En voor de rest, like de video. Abonneer als je niet bent geabonneerd. Abonneer gewoon. Yes, kom op. Abonneer. Peace. Peace.